Het pand van de voormalige Drutense woonboulevard Trio Woonplaza is weer vol. Het bedrijf ging in 2010 failliet en nu vestigen twee nieuwe bedrijven zich in het pand. Het gaat om Quality Textiles, een fabrikant van dames- en kindermode, en ICA uit Beneden-Leeuwen, een groothandel van keramische tegels. Om genoeg ruimte voor de nieuwe vestigers te hebben, is het nodig het pand te vergroten met 10.000 vierkante meter. Die uitbreiding wordt 2 meter hoger dan eigenlijk volgens het bestemmingsplan mag. Maar burgemeester en wethouders willen een uitzondering maken, omdat het pand ver van de Van Heemstraweg af ligt en het hogere deel van de nieuwbouw aan de achterzijde van het gebouw komt.